En de dalende COVID-19-trend die we sinds de afgelopen weken ervaren is volgens minister Amar Ramadien van Volksgezondheid te danken aan het gedrag van de mens op de maatregelen van de overheid. In een gesprek met onze nieuwsdienst zegt de bewindsman dat steeds meer mensen bewust worden van de Mohana-maatregelen. Ondanks de dalende trend drukt de minister de gemeenschap op het hart om nog altijd voorzichtig te zijn. Al bij al, we roepen nog steeds ieder op ook, hou je aan die maatregelen, maar bovenal is het belangrijk dat als je symptomen hebt die passen bij COVID-19 en die zijn denk ik langzaam aan bekend geworden bij de samenleving, dat je je zo snel als mogelijk, zo vroeg als mogelijk laat testen. Zij het zeker in overleg met je huisarts, maar in ieder geval laat je testen. Dat is nog steeds een oproep. Intussen werken we het vaccinatieplan uit. We hebben de dosis van India ook binnen, zo meteen. We hebben het vandaag, dus maandag komt het binnen. En we gaan gewoon door met het vaccineren. We gaan de grootscheepse voorlichting de komende week opstarten. En zo zijn we dus bezig nog steeds. En iedereen moet zich nog steeds blijven houden aan de maatregelen, omdat dat nog steeds bepalend zal zijn voor het succes van COVID-19. De minister zegt dat aan de hand van de COVID-19-cijfers er zal worden besloten of de COVID-19-maatregelen versoepeld of juist aangescherpt zullen worden. Bij deze besluitvorming zal er volgens hem ook gekeken worden naar de epidemiologische ontwikkelingen in de regio. We steeds weer een beetje, beetjes bij beetjes, de versoepeling ook kunnen brengen in het reizen en in het luchtverkeer. Aan de andere kant, kijk, moet je ook, er zijn inmiddels al 110 landen, denk ik, in de wereld die op dit moment vaccineren. En vooral, voor mij is belangrijk, vooral de landen met wie wij contact hebben, zijn de landen die reeds ook al vaccineren. Ook als al onze omliggende buren, die vaccineren ook al. Dus en dat zal ook natuurlijk zijn weerslag hebben op de COVID-situatie al daar. Dus als het daar beter is, dan kan je met een veel geruster gevoel grenzen openen of openstellen. En dat zal uiteindelijk ook leiden tot een daling van gevallen. Dus we blijven het volgen. Maar in ieder geval voor nu, we de samenleving roepen, we zitten redelijk goed, we zitten gunstig, maar blijf natuurlijk de maatregelen afnemen, want er moet maar iets gebeuren of we schieten weer omhoog. En dat wil niemand hebben, denk ik. En dat was dus minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Bij de laatste update van de COVID-19-website zijn er 10 nieuwe COVID-19-gevallen erbij geteld. De COVID-cijfers tonen de afgelopen weken een dalende trend.